Jesse Heijnenkamp hier op het voetbalveldje, het Grootse Maat. Wat vond je van deze activiteit? Ja, mooi. Het is echt leuk, lekker voetballen met die kinderen in de wijk en een beetje plezier maken. Dus echt een leuke actie. Hoeveel handtekeningen heb je gezet? Vrij veel. Ja, vrij veel. Hoe gaat het met je fitheid? Je was geblesseerd. Ja, ga de goede kant op. Ik heb laatst weer 60 minuten gespeeld bij Zwolle. Of oefenwedstrijd tegen Zwolle. Dus ik hoop vanuit daar gewoon weer meer minuten te gaan maken. Je hebt behoorlijke concurrentie inmiddels van Luka Kulenovic. Ja. Nou ja, hij doet het hartstikke goed. Nou ja, dat is mooi voor het team. Dus ja, maakt niet zoveel uit. Je bent medisch gezien helemaal hersteld. Ja, er is enige twijfel over je inzetbaarheid. Hè? De Hendrik Kruijsen zou je graag wel in de basis laten spelen. De trainer is iets voorzichtiger, die wil je langzaam brengen. Hoe is dat voor jou? Ja, ik wil altijd spelen natuurlijk. Ja, ik wil altijd spelen. Maar ja, dat is de keuze van de trainer uiteindelijk. Maar ja, als hij me nodig hebt, dan speel ik heel graag. Je wil zoveel mogelijk minuten maken. Hoe staan we om op de bank te zitten afgelopen wedstrijd ook weer tegen Ajax? Nou ja, het is niet fijn, want je wil minuten maken. Maar ja, wat ik zeg, soms moet je denk ik dan maar overheen zetten en de wedstrijd op een andere manier bekijken in plaats van in het veld. Hoe beleeft je dat dan? Ja, gewoon hetzelfde, want het doel is hetzelfde, je wil winnen. Alleen je hebt gewoon minder invloed erop. Dat maakt het moeilijk. Dat is moeilijk, ja. Zondag een padje uit in Enschede tegen FC Twente. In Almelo en in Twente bekend als de Twentse derby. Daar wil je natuurlijk wel in de basis beginnen. Ja, altijd. Nogmaals. En in die derby wil je helemaal nog een keer laten zien wat je kan. En winnen. Gewoon winnen voor de mensen. Voor de club, voor alles en iedereen eigenlijk. Dus ja, als je dan basis kan spelen, dus meer invloed daarop kan hebben, dat zou alleen maar mooi zijn. Voor de supporters altijd een beladen wedstrijd, maar leeft dat ook binnen de groep? Ja, zeker. Daar hebben we het zeker wel al over gehad, ja. Wat wordt er dan gezegd? Ja, wat ik net zeg, hoe belangrijk het is gewoon voor heel Almelo, voor de club, voor alle mensen. Dit is, met zo'n wedstrijd kan je eigenlijk heel veel goed maken. En het is gewoon voor iedereen... Ja, wat ik zeg, echt super belangrijk. En voor ons als spelers ook. Je wil gewoon een goed gevoel hebben. Je wil mensen trots maken. En dat kan zo'n wedstrijd doen. Ja, afgelopen zondag tegen Ajax verloren, maar echt goed gespeeld. Dat moet toch een boost geven? Ja, zeker. Het is jammer dat je dan uiteindelijk de 4-3 tegen krijgt. En het geeft een goed gevoel. Dat je in ieder geval zo'n goede tegenstand biedt tegen Ajax. Dus dat geeft een boost, ja. Hoe schat jij FC Twente in? Twente is een goede ploeg. En dat laat ze ook telkens zien. Dus goed team. Zou je met twee spitsers kunnen aanpakken? Misschien wel. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik weet het niet.